Leuk dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Deze week zijn we op de markt in Mil. De zon laat ons weer in de steek, maar misschien dat ze toch een praatje met mij willen maken. Kijkt u mee? Goedemorgen meneer. Hoe gaat het met u? Ja, naast mij ook. Maar mij gaat het wel goed vandaag. Ja, mij ook. Ja? Ja. U heeft er wel zin in vandaag? Waarin? In de dag. Ja, die is haast. Het is nog vroeg. Echt waar? Het is al haast om. Hoe laat bent u opgestaan dan? Toch wakker weer. Ja. Hoe laat was dat? Heb ik vergeten om de klok te kijken. Was dat voor 7 uur? Ja. Ja? Ja. Ik ben een vroege vogel. Ja, ik ben een man. Hè. Nee. En wat doet u dan zo s'morgens vroeg? Mijn eigen aankleden. Ja, dat snap ik. Maar heeft u s'morgens al een programma? Ik dacht dat jij dat niet snapt dat ik jou zo zie. Dat vatten we niet op als een compliment. Oh nee. Nee. Oh. Allemaal, hij filmt het allemaal. Okay. We zijn van het programma, Effe Buurten. Ja, is wel leuk, ja. Ja, ik denk, u heeft vast wel iets te buurten. Ja, waarom moet ik over buurten of mijn vrouwen? Ja, uw vrouwen. Zo gek ben ik niet. Nee? Nee. Bent u alleen? Of heeft u nog een vrouw? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, nou, wees blij. Heb je ook nog een man, jij? Ik ook, ja. Oh, gelukkig wel, hè? Nog niet gescheiden geweest? Ja, wel geweest. En u? Nee, ik heb trouw gebleven en blijf trouw. Ja, dat is de oude generatie, hè? Die gingen niet zo makkelijk scheiden. Nee. Komt het nou dat er nu tegenwoordig dan steeds meer mensen gaan scheiden? Ze geven sneller op? Ze zijn nooit tevreden. Is dat het? Ja. Of ze hebben geen geduld? Moet ook gewerkt worden aan een relatie, toch? Helemaal niet. Nee? Ging dat bij u van een leien dakkie? Nou, nee, net niet gelijk dakje, maar we struiken toch niet. Een keer een beetje brommen. Een keertje brommen? Ja. Nou, misschien werkt dat. We hoeven vanavond thuis gewoon een keertje brommen. Ja. Ja? Ja. En laatst, ja. Dan ging het gewoon met de rug in elkaar en ik slapen. Ja? Ja. En aan de volgende dag deed je wel weer lief tegen elkaar? Ja, automatisch draad ik het toch weer om. En heeft u zelf kinderen? Ja, mijn vrouw ook. Ja? Ja, samen? Ja. Ja? Hoeveel? Twee. Zijn die gescheiden? Nee. Nee? Allebei al 25 jaar getrouwd. Ook gelukkig getrouwd? Ja, getrouwd niet. Maar ze hebben... Wel gelukkig? Ja. Ja. Nou ja, dan zitten ze... 4 kleinzonen. Ja, maar zijn groot. Hoe oud zijn die al dan? 25 en 24 en 23. Die zijn misschien ook alweer gescheiden dan? Ah, we praten over. Nee? Zijn ze wel getrouwd? Nee, dus samen. 25 kun je toch getrouwd zijn? Samen gewoond. Ze wonen samen? Ja, die doen niks stage lopen. Stage lopen? Ja. Waar lopen ze stage dan? Samen? Ja. Om te oefenen? Juist. Zijn er nog wel trouwplannen? Denk van die. Nee? Nee, deze is eigenlijk niet meer nodig. Hè. Het is wel leuk, een feestje. Ach, een feestje zat gehad. Ja? Met vrouw thuis waren ze met 10, bij ons waren er 8 en tijdens het afgang die feest, daar stikten we hem. Dat balde een keer. Nu nog steeds met kerst en dat soort gelegenheden, hele familie bij elkaar? Ja, maar ze gaan er van dood, hè. We waren met 8, zijn er nog 4 over. Oh. Ja, kijk, zo. Ja. Maar ik moet verder, anders krijg ik daar mijn vrouw erop. Ja, dan gaat ze brommen. Huh? Dan gaat ze brommen. Ja. Nou, doen we de groeten. Ja. Zeg maar dat ik u op heb gehouden. Ja, hoe heet jij? Astrid van KKN Regio TV. Oh, kom een keer op televisie. Ja. Gezellig, hè? Ja, wel kijken. Ja. Dag. Goed, houden. Hallo. Hoi. Hoef jij niet naar school vandaag? Nee. Of ben jij nog geen 4? Nee. Hoe oud ben je dan? Zoveel jaar. 3. Maar volgens mij word je dan wel bijna 4. Ja, zo. Weet je wanneer je jarig bent? In juli. In juli heb ik dat toch goed gegokt dat je bijna 4 bent. Dus na de zomer ga je naar school? Ja. Welke school ga je heen? Naar de Kameleon. Naar de Kameleon? Naar de Leeuwerik, hè? Oh, naar de Leeuwerik. Naar de Lens. Heb je al geoefend? Ga je nog oefenen? Ja. Wanneer? Mijn mama samen weet ik nog niet hoe lang. Volgende week, zeg maar. Volgende week, want over 3 weken is het al zomervakantie. En dan hebben alle kinderen 6 weken vakantie en dan mag jij denk ik ook naar school. Ja. Wat vind je daarvan?
Cool, maar ik vind het wel een beetje eng. Vind je het spannend? Ken je al kindjes daar op school? Nee. Helemaal niemand? Nee. Ook geen grote broer of zus daar al zitten? Nee, alleen Evie gaat nog naar de grote school. Maar Evie mag niet met je mee, hè? Nee, maar eigenlijk gaat hij naar deze school. Eigenlijk gaat hij eindelijk naar Ona, die grote school, maar eindelijk is die daar nog niet. Nee, Evie is denk ik nog te jong, want hoe oud is Evie? 1 jaar is ze nou geworden, eerst was ze maar 0. Ja, dus dat duurt... nu is ze weer 1 jaar. Dus dat duurt nog 3 jaar voordat Evie dan bij jou op school komt? Ja. Maar ja, dan ben jij de stoere grote broer. Dus voor Evie is het dan niet zo spannend als ze komt. Voor jou is het veel spannender. Ja. En hoe ga je dat nou doen, die eerste schooldag? Eerst op vakantie en daarna heb ik geen vakantie. Dan heb ik de hele dag al vrij. En daarna ben ik maar in 1 keer vrij. En wat ga je dan meenemen als je naar school moet? Een bakje. Een bakje met fruit? Ja. En weet je wel al hoe jouw juffrouw heet of jouw meester? Nee. Juffrouw Irene hoor ik mama influisteren. Volgens mij is juffrouw Irene een hele lieve juf. Mm-hmm. Ja. Ga je ook nog op vakantie van de zomer? Ja. Waar ga je naartoe? Naar Frankrijk. Zo, leuk zeg. Ben je daar al vaker geweest? Nee. Nee? Nooit. Ga je met de auto? Nou, ik denk met de bus of met de auto. Ja? Moet je wel lang in de auto zitten? Ja. En dat kun jij wel? Ja. Hoe vermaak jij je dan in de auto? Goed, dan komt papa gewoon in de bus daar. De televisie aan. Ja. Hebben jullie een televisie in de auto? Ja. Nou ja zeg, dat is stoer. Wat voor mijn papa gemaakt of ik denk de monteur. De papa heeft een tv in de auto gemaakt? Nee. En Evie, kijkt die ook al televisie? Ja, alleen Bomba en ook nog Teletubbies, maar die vind ik al bijna niet leuk. Nee, dat snap ik. Bomba en de Teletubbies is een beetje voor de kleintjes. Wat vind jij leuk dan? Alleen Spider-Man. Spider-Man en Bob de Bouwer dan? Ook al. Ook al? Een kleine rode tractor, is ook leuk? Ja. Ja? Zo. Nou, hele fijne vakantie en heel veel succes op school. Ga je de groetjes aan juf Irene doen, van mij? Ja? Goed zo. Doei. Hallo, mag ik jou wat vragen? Ja. Hoef jij niet naar school? Nee, we hebben vandaag vrij. Vrij, studiedag van de juffen? Ja. Waar zit je op school? Op de Hengstap in Wanrooi. De Hingstap in Wanrooi. En niet naar school en dan krijg jij als beloning iets lekkers. Ja. Ja? Mogen jullie zelf uitkiezen? Ja. Wat is dan favoriet? Ook kleurrijk zie ik. Ja. Dat is eigenlijk wel precies waar ik dol op ben. Behalve die schuimblokken, die vind ik niet lekker. Oh, ik wel. Jij wel? Ja. Maar dat is natuurlijk wel lastig met zo'n beugel. Klopt. Moet die uit als je gaat snoepen? Ja. Ja? Hoe lang heb je al die beugel? Lang? Een tijdje, maar niet heel lang. Weet je nog hoe lang je moet gaan inhouden? Ja, 1 jaar. Pff, vind je het erg? Ja. Ja? Ja. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een beugel, toch? Ja, klopt. Ja? Even kijken bij jouw broertje. Naar de tanden. Jij hebt nog geen beugel. Nee. Hoe oud ben jij? 10. 10. Welke leeftijd krijg je tegenwoordig een beugel? Het is wel vroeger, toch? Ja, 11, 12. Volgend jaar? Nou, ik hoop het niet. Denk je dat hij een beugel... Ja, maar tegenwoordig krijgen bijna alle kinderen een beugel. Ja, dat klopt. Wat ja. Zegt de tandarts ervan? Ze staan wel netjes recht. Ja, de laatste keer ben je alleen geweest, dus dan weet jij het best. Wat zei de tandarts ervan? Nou, ze vond het goed en ik hoefde geen gebitje nog niet. Okay. Met zo'n spul erin. Oh, fluor. Hoef je dat niet? Nee. Waarom niet? Dat weet ik niet. Geen idee? Nee. Goed gepoetst. Goed gepoetst en dan hoef je geen fluor? Nee. Oké. En heeft hij ook al iets over een beugel gezegd of die er een keer aan gaat komen? Nee. Wat hoop jij? Want ik heb gehoord dat sommige kinderen het ook juist heel leuk vinden om een beugel te krijgen. Nou, ik hoop het niet. Want jij hoopt het niet? Nee, want dan kan ik niet zomaar snoepen. Dan moet ik eerst de hele beugel uit de dingen gaan halen en zo. Ja, ze hebben tegenwoordig ook heel veel verschillende soorten beugels. Weet je, vroeger had ik er een die ging over mijn hoofd helemaal heen. Ja. Zie je dat nog of niet? Ja, mijn zus die heeft ook zo'n. Heb jij ook zo'n een die over je hoofd heen moet? Ja. Verschrikkelijk, hè? Ja. Hoef jij die alleen 's nachts? Ja. Dat scheelt dan weer. Hoe is dat nou met de kinderen met beugels?
Ja, je moet er wel achteraan zitten. Ja? Anders doet ze hem ook niet zo gemakkelijk in. Want het is toch een ongemak hoor. En op school, stiekem, haal je hem eruit of niet? Soms. Ja? Ik ken er wel meerdere hoor. Wij deden vroeger ook, toen gingen we naar school en dan was er hoop. Zo'n bakje en dan in dat laadje. Ja. Zegt de meester of juf er iets van? Nee. Nee. Alleen mama, hè? Maar ja, die ziet er dan toch niet. Klopt. Klopt. Ja. Doei. Morgen. Mag ik u iets vragen? Natuurlijk. Ja, heeft u die mooie borden op het plein gezien? Ja, geweldig. Wat vindt u ervan? Mooie, knappe kindjes. Ja. Hele mooie kinderen, hele mooie foto's. Schitterend, ja, echt geweldig. Kent u het project? Ik heb het in de krant gelezen. Ik heb er wel het een en ander over gelezen, ja. Want weet u wat het doel is? Ja, mensen meer bekendmaken met het syndroom van Down. En daar ook meer begrip voor kweken, want ja. Hmm. Kent u in uw nabije omgeving iemand met het syndroom van Down? Ja, hier in Albert Heijn loopt er eentje in vakken te vullen. Ja? Ja, dat is gewoon, ja, vind ik een goede zaak. Ja. Dat die in opgenomen worden in de gemeenschap. Maar heeft zelf in de familie geen... Nee, bij ons niet. Nee, nee. Oké, okay. Nou ja, misschien ook fijn toch? Ja, ik had het zelf moeten zijn. Ik was de laatste van 10. En, maar goed, het is dan goed gekomen. Het is goed gekomen. Ja. Maar is dat zo dan, laatste van 10? Dat zeg ik zo. Als een moeder oud is, of boven de 40, dan is die kans groter. Hoe oud was uw moeder toen zij u kreeg? 41. Oh. Tegenwoordig is eigenlijk helemaal... Nu, ja. Maar vroeger niet. Nee, vroeger was ze al behoorlijk op leeftijd. En dan dus 9 broers en zussen? Nou, kijk er niet vrolijk bij. Lijkt mij heel gezellig. De jongste, dus ja. Ja. Oké. Okay. Wordt ze lekker flink verwend, toch? Nee, we wonen allemaal ver weg. Ja? Niet veel contact mee? Ik heb nou toevallig mijn zwager te logeren. Ja. Oh, nou, dat is gezellig. Dus dat vind ik gezellig. Ja. Maar u heeft niet heel veel contact met uw 9 broers en zussen? Nou, 2 keer per jaar. Mijn familiereunie. Ja. En als het toevallig zo uitkomt, met een verjaardag. Maar... Niemand die hier dichtbij woont? Nee, mijn matje is niet versleten van het familiebezoek. En waar komt u vandaan dan? Want u bent hier te logeren. Ik kom uit Tilburg op dit moment. Ja. En daarvoor heb ik in Hogerheide gewoond. Ik heb in Aardenburg gewoond, in Kampen gewoond overal. Dus ik ben beroepsofficier geweest in het leger. U kunt overal wennen? Ik kan overal wennen, ja. Dus... Wat is dan een favoriete plek? Op dit moment Tilburg natuurlijk. Want ik ben met pensioen dus. En daar heb ik dus mijn... hun familie liever gezegd, want mijn familie is zeer klein. Ja. Dus ja, ik zit een beetje tussen de familie in. Ja. En zij woont een beetje verder weg, dus die kom ik nou een keer opzoeken. Gezellig. En wat is er zo leuk in Tilburg? Tilburg, ja, het is een grote stad natuurlijk. Er is van alles te doen. En vooral op het gebied van sport en dergelijke is er heel veel te doen. Dus ja, nee, je kunt alle kanten uit. Gezellige stad? Het is ook een gezellige stad, redelijk gezellig. Maar het is wel een echte studentenstad ook geworden. Ja. Maar ja, ik woon in een hele mooie wijk, 42.000 inwoners, de Reeshof. Ja. En dat is dan op de rivier de Dongen doorheen. Dus, klinkt prachtig. Klinkt prachtig en ik woon boven de winkels in het winkelcentrum, dus wat wil je nog meer? En dan nu dus inderdaad naar Mil. Staat er nog iets op het programma? Ja, we fietsen veel hè? Ja, fietsen. Fietsen, natuurlijk. Wandelen. Waar gaat u in fietsen? Nou, gisteren hebben we een rondje de Kuilen gedaan en toen naar Tongelaar. En van Tongelaar naar de oude vuilnisbelt een berg op. Vindt u van? Prachtige omgeving toch? Dit is een hele mooie omgeving. Ik kan het waarderen. Ik heb altijd in mooie omgevingen moeten en kunnen werken. Mm-hmm. Zowel in Nederland als in Duitsland. Maar de natuur is hier prachtig. En vooral omdat hier dus de grote steden nog al een beetje ver weg liggen. Ja. Op een gegeven moment wordt het hier ook niet overstroomd met massatoerisme of zo. Ik vind het heel mooi hier. Terwijl ze wel proberen de toeristen een beetje meer hier naartoe te krijgen. Dat is de bedoeling. Want ik zit bij het VVV en we proberen echt... de mensen hier op patent te maken dat het hier ontzettend mooi wandelen en fietsen is. Voor de rest kun je natuurlijk niet veel meer, maar... Heeft u dan ook met het project Ontdek Mil te maken? Nee, zelf niet. Nee. Dat staat los van de VVV? Dat staat los van het VVV, ja. En hoe is het met de VVV's en de samenwerking in het Land van Kuik? Nou, dat begint gewoon... nou een beetje op gang te komen met het Land van Kuik contact, omdat het natuurlijk straks ook 1 gemeente waarschijnlijk wordt. En ja... Iedereen heeft toch zijn eigen kantoortje en zijn eigen medewerkers en ja, ieder doet op zijn eigen gebied. Kijk, ik weet weinig van Kuik. Ja. Ja, we Kuik boekje halen, maar je moet de mensen hier rondsturen en hier de weg wijzen. Want hoe lang werkt u al bij de VVV? Bijna 10 jaar. 10 jaar. En wat heeft u in die 10 jaar aan verandering gezien, aan toerisme? Meer, minder? Nou, dat ze dus bij de VVV binnenstappen wordt, minder. En dat geef ik dus de schuld aan het internet, dat de mensen thuis al vaak dingen gaan opzoeken. Ja. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet eens waar de VVV zit in Mil.
Maar. Ik kom ook niet uit Mil hoor, maar... Je hebt die borden gezien? Die mooie mooie foto's. Nou, u ziet daar het gebouw Millesweert. Ja. Nou, daar zitten wij dus in. In Millesweert? Ja. Oh ja, oké. Schitterend kantoortje. Ja. Maar denkt u wel dat het voor iedereen inderdaad goed bereikbaar is? Weten ze dat het in Millesweert zit? Nog niet voldoende, nee. Kijk. Nee, maar dat ligt ook een beetje aan de gemeente. Die moeten nog meer richting wijzerbordjes, richting deze kant. Waar zat de VVV voorheen? Voor Millesweert? Maaienweert. En dat ligt plat. Ja. En dat bordje daar, wat daar stond richting VVV, dat is weg. Dat moet nog deze kant op komen wijzen. Okay. Die kant staat het goed. Nou, we kunnen nou even aan de gemeente vertellen. Er wordt een vlag, dat is ook al fijn. Een vlag buiten. En dan nog een bordje voor het raam en dan... Dan gaat u eigenlijk een drukke periode tegemoet. Ja, je hebt hier veel campings in de buurt. Hè? Dus die mensen komen dan toch wel een keer langs om... Van, heb je nog iets? Dat is ook leuk. Ik vind het leuk. Leuk advies geven, dat vind ik nog leuker als iets verkopen. Bij wijze van. Ja. Dat vind ik echt heel, heel fijn om te doen. Ja. Ook leuk om te horen als je reacties terugkrijgt. Hè? Daar zijn ze ook heel dankbaar voor. Maar ja, dan spreek je toch wel op over een iets ouder publiek. Hè? Ja. De jonge jeugd die stapt niet meer bij een VVV binnen. Ja, om een biscobon of een andere cadeaubon. Maar om advies te halen, ze wordt echt allemaal van het internet. Wat denkt u dan van de toekomst van de VVV? Want u zegt zelf al, internet is eigenlijk net zo belangrijk of belangrijker al. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Misschien hebben we over 5 jaar niet meer bestaan. Ik weet het niet. Ik durf er echt niks van te zeggen. Nou, ik hoop voor u dat u in ieder geval nog een tijdje... Dan ga ik mijn pensioen, hè? Ik ben Ja, dan al? Nou, ik ben nu 64, dus plus 5. Oh. Zo tegen de 70, dan mag het wel een keer. Dan mag het. Jawel. Goed zo. Nog een hele fijne dag samen. Ja, dankjewel, de zon begint weer. Ja, dus. Lekker, hè? We springen straks weer op de fiets. Ja. Goed zo. Veel plezier. Oké, dankjewel. Goedemorgen. Mag ik u iets vragen over die mooie borden bij u op de achtergrond? Dat zegt me helemaal niks. Zegt u helemaal niets? Wat het betekent? Niks, dat zegt me helemaal niks. U komt wel uit Mil? Ja. Weet u wat de borden betekenen? Ja, voor de gehandicapten. Ja, maar wat vindt u ervan? Ja, het is hartstikke mooi. Het zijn mooie borden? Ja. Mooie foto's? Ja, inderdaad, ja. Maar heeft het ook een doel? Ik zou het niet weten. U ook niet? Niets over gehoord? Nee. En mevrouw, u? Nee. Ook niet? Ja, Joke wil er ook niks van weten. Nee. U staat hier gewoon even te kletsen, maar niet over de borden? Nee. Oh, mevrouw gaat naar de soep. Moet u dan mee? Nee, want wij hebben zelf ook. Ik heb zelf ook een broer gehad die... Syndroom van Down heeft? Nee, dat eigenlijk niet. Maar die was gewoon achterlijk. Gewoon achterlijk? Maar dat klinkt heel vervelend. Ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? Maar hij was normaal gewoon. Leeft hij nog? Nee. Hoe oud is hij geworden? 60. 60? En heeft hij op zichzelf kunnen wonen? Die heeft de laatste jaar heeft hij altijd in, hoe heet dat weer? Een zorginstelling? Ja. Bronlaak? Nee. Is er... Watersteeg. Wel in Mil of hier in de omgeving? Nee, niet in Mil. Toos. Dat is wel een keer. Ik kan zo niet, op naam komen. Maar weet u op welke leeftijd hij toen naar een zorginstelling is gegaan? Oh, toen was hij, toen ze bij ons de nauwe lui doorgingen, toen is hij weggegaan. Omdat er niemand anders was die de zorg op zich kon nemen? Nee, maar daar hebben ze hier de gemeente ervoor gezorgd. Oké. Okay. En zocht u hem dan op? Daar gingen wij nou heel vaak naartoe. We hebben hem echt gemist. Sinds op een gegeven moment kreeg ik bericht, die lag hij dood te bed. Ze hadden hem naar bed gebracht en dan kon je hem s'nachts een ronde maken. Dan lag je nog precies zelf, maar ze was dood. Gewoon ingeslapen. En hoe oud was u, zei u? Ik meen 65. Is hij misschien een hartaanval gehad? Vermoedelijk, dat weet ik niet. Want vaak is het natuurlijk dat mensen met syndroom van Down ook een hartafwijking hebben. Ja, maar syndroom, dat had hij niet. Nee, hij was gewoon dat was toen niet echt een naam voor? Nee, hij was gewoon, moet ik zeggen, hij was achterlijk, noemen ze dat. En als u nu die borden ziet, moet u dan aan uw broer denken? Ja, maar dat wordt toch minder. Ja? Maar we hebben vaak gehad. God, de Piet is er niet meer. Ja. Dat misten we gewoon. Ja. Die was gewoon net als wij, daar konden je niks aan zien. Ja. Maar alleen, ja,
Alleen, ja, hij functioneerde net iets anders. Hij is op een boerderij opgevoed, dus die deed alles. We hadden bij ons een sier in de wei staan. En als ik buiten kwam, dan begon hij al. Ja? En daar hoefde ik niet naartoe gaan. En hij deed hem maar voeren. Ja? En dan ging hij met hem water toe. Dan begon hij drinken, super zullen dan zet je een doodje zo de kop erin. Dus hij was niet bang? Nee. Ja, maar dat kreeg je aan het eten van, hè. Ja. Leuke herinnering. Ik wens u nog een fijne middag. Goed, het zit er weer op voor vandaag. De zon begint te schijnen en ik hoop dat u volgende week weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Tot dan!